Goedendag, beste leerlingen. Welkom bij de eerste aflevering van de Collar College Challenge. Via het YouTube-kanaal van het Collar College gaan wij elke dag een filmpje posten waarin jullie een challenge krijgen. De challenge is voor elke dag verschillend. En natuurlijk is sporten met anderen veel leuker dan alleen. Maar vanwege de corona mogen we even niet naar vrienden en vriendinnen, maar je hebt natuurlijk nog wel je eigen familie. Je vader, je moeder, je broertje, je zusje, die mag je er allemaal bij betrekken. Kies bijvoorbeeld een vast moment op de dag, bijvoorbeeld 3 uur 's middags, om met z'n allen af te spreken om in de woonkamer of een andere grote ruimte de challenge uit te voeren. Alle oefeningen van deze week doen we op tijd. En om nou continu tijdens het sporten met je stopwatch te lopen is erg irritant. Vandaar dat we voor jullie een hulpmiddel hebben. Het hulpmiddel heet Tabata Songs. En deze zijn te vinden op Spotify en op YouTube. Deze songs zijn hartstikke handig omdat ze voor jou aftellen, zeggen wanneer je rust hebt en wanneer je moet starten. En een extra leuke bijkomstigheid is dat je je eigen muziekstijl kan kiezen. Ik zal nu even op mijn telefoon laten zien hoe het werkt om die songs te kunnen vinden. Ik gebruik Spotify. Mocht je geen Spotify hebben, kan je het ook vinden op YouTube. Als je je Spotify-app opent op je telefoon of tablet of ergens anders, dan druk je op het onderdeel zoeken bovenin. Je typt in Tabata Songs. Je krijgt verschillende playlisten. Ik gebruik de bovenste, die echt ook genaamd Tabata Songs is. Druk op het icoontje en je krijgt de verschillende muzieknummers in beeld. Het leuke van deze muziek is dat je namelijk allemaal verschillende smaken kan kiezen. Voor ieder wat wils. Hele recente nummers en wat meer nummers van vroeger. Klik de muziekkeuze aan die je wil gebruiken. Bijvoorbeeld de bovenste, Survivor van Destiny's Child. En je hoort dat hij gaat aftellen. Hij is best wel duidelijk en lekker motiverend. Nu zou je moeten starten. Je gaat de oefening uitvoeren. Probeer de oefening op een technische wijze goed uit te voeren. Het gaat niet om snelheid en hoe vaak je het doet, maar meer om de goede technische uitvoering. Na 20 seconden zal de meneer weer gaan aftellen. Daarna krijg je 10 seconden rust. Let maar op. Jongens en meisjes, dit was de introductie. Heel veel plezier en succes met het uitvoeren van de challenges. Je kunt nu naar beneden scrollen naar de gewenste dag om je gewenste activiteit/challenge uit te voeren. Zet hem op.